jongens, de thumbnail hiervoor maken was echt een uitdaging. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb hier zelfs nog een pakketje. Ja. Zoals je kan zien ben ik er vandaag voor jullie met een pakketjesunboxing. Ik ben oprecht helemaal buiten adem van dit omhoog gegooid houden. Ik ga dit even neerzetten en dan ben ik bij jullie terug. Hey guys, ik ben er vandaag voor jullie met een random Harry Potter pakketjesunboxing. Ik heb de afgelopen 2 maanden deze pakketjes laten staan tot ik genoeg had voor een video. Het zijn allemaal Harry Potter spulletjes van verschillende plekken en dat gaan we vandaag samen unboxen. Ik ben echt heel excited, want ik ben heel benieuwd hoe het er in het echt uitziet. Ik heb iets van Litjoy, losse items daarvan besteld. Ik heb iets van de Harry Potter winkel, ik heb iets van Olleke en van Amazon. Als items nog beschikbaar zijn, laat ik in de videobeschrijving natuurlijk een linkje achter. Mocht je houden van Harry Potter cosplay of andere nerdy, geeky, gaming, creatieve, gerelateerde video's. En je bent nog niet geabonneerd, vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van mijn wekelijkse video. En dan gaan we nu samen unboxen. Voor mij voelt het echt als eindelijk, want ik kijk echt uit naar deze pakketjes. Ik begin met deze doos. Deze komt uit Engeland, van de Harry Potter winkel. Hierin zit iets wat ik nodig heb voor Dutch Comic Con. Want ik wil dan een Ginny Weasley cosplay doen. In een zwarte outfit. En daar wilde ik dus een bal voor hebben. Een Quavel. En die heb ik nu. En die ga ik eindelijk uit zijn doos bevrijden, want deze zit al best wel lang op mij te wachten. Oh. Het is maar goed dat ik niet met mijn schaar ging steken, want je ziet hier al de bal zelf. Oeh, die is zachter dan ik dacht. Nice. Er zit een bonnetje waarmee ik het 30 dagen kan terugsturen, maar volgens mij wacht dit pakketje al langer dan 30 dagen op mij. De bon, er staat niet meer op hoeveel ik ervoor betaald heb. Volgens mij was het inclusief verzending rond de 40 euro, 35 euro. Is trouwens nog wel een grappig verhaal, want ik had deze dus eerst tweedehands van Facebook besteld voor precies hetzelfde bedrag. Want ik wist niet dat de Harry Potter winkel nog naar Nederland leverde en dat check ik niet van tevoren. En toen werd ik opgelicht op Facebook, kreeg ik mijn item niet, maar nu heb ik hem wel. Ja, wat moet ik hierover zeggen? Het is gewoon een quaffle. En dit is wel echt heel erg leuk. Kijk, hij heeft dan ook het Hogwarts embleem erop staan. Ergens vind ik het zonde, want ik vind het super leuk om dit in de doos te houden. En hier op mijn zwerpelplankje te zetten. Maar ik ga deze wel ook gebruiken voor mijn cosplay. Dus dan gaan we hem heel voorzichtig uit de doos halen. En de doos netjes houden. Er staat hierop dat hij 19 pond kostte. Ik weet niet wat 19 pond in het Nederlands is. En ik weet zeker dat ik er ook verzendkosten over heb betaald. Nee, ik weet echt zeker dat hij rond de 40 euro was. Ik ga even nu wel met beleid een doos openmaken, want ik wil die doos wel netjes houden. Opperste concentratie. Ja, nee, ja, nee. Ja! Bal. Oké, dit is de doos. Hij is nog netjes, ik kan hem erin terugstoppen. Ja, deze is toch super badass voor mijn cosplay. Dat embleem erop is echt, nou, blijft zeggen, super vet. En hij is licht, dus het is chill om daar dan heel de dag in een cosplay mee te lopen. En hij voelt ook heel een beetje squishy en zacht. Dit is echt zo'n bas waarmee je heel goed trefbal kan spelen op de basisschool. Ik ben met deze echt super blij. Wel jammer dat hij me nu in totaal, omdat ik ook voor opgelicht ben, 80 euro heeft gekost. Dat zou ik hem niet waard vinden. Maar dan nog. Ik ga nu door met deze van Olleke. Dit is volgens mij voor het eerst dat ik iets bij Olleke heb besteld. En ja, we gaan de doos unboxen. Ik ben benieuwd. Alright, ik heb de doos heel erg mooi unboxed. Als eerste zat er een reclamefolletje in van Olleke, zijn winkel in Brugge. Nou, het voelde alsof het open kon, maar dat kon het niet. Ja, als eerste zie ik dit kleine doosje. En dit is een mini Funko Pop sleutelhanger van Snape als de Boeman. Bobbert, is dat Boeman in het Nederlands? Volgens mij wel. En eigenlijk de enige reden dat ik deze heb besteld is dat ik of 10 euro verzending had. Of ik bestelde iets van 7 euro bij en dan had ik geen verzending. Dus ja, dan ga je natuurlijk voor iets van 7 euro erbij. En dat is gewoon een klein cute Funko popje als sleutelhanger. En ik hang deze altijd aan mijn werksleutelbos. En mijn oude was van Luna, die is kapot gegaan. Kijk nou hoe cute die is in de kleding van Neville's oma. Ja, ik vind deze wel echt heel erg leuk. Die komt mooi aan mijn sleutelbos te hangen. Ik vind de details van het handtasje en vogel op die hoed ook wel echt. Ja, ik vind hem echt heel erg cute. Nogmaals, de enige reden dat ik deze bestelde was dat ik geen verzendkosten had. Maar ja, sleutelhangers komen altijd van pas. Maar nu hetgene waarvoor ik echt daar een bestelling heb gedaan. Waar is het?
deze, de Carnival Apple van Nova Collectie. Eigenlijk is dit meer van Fantastic Beasts, maar goed, dat kunnen we ook wel een beetje Harry Potter schalen, toch? Deze was €42,95. En deze gaat uit de roulatie. Deze wordt binnenkort niet meer gemaakt. Dus als je deze nog wilt, moet je hem heel snel kopen, want hij wordt telkens moeilijker te krijgen. Niet alleen bij Olleke, maar dus gewoon überhaupt. Hij wordt niet meer gemaakt. En behalve dat het is dat hij dan moeilijker te krijgen wordt, stijgt hij vaak ook in waarde. En het is dus die appel waar je ze op een gegeven moment in ziet, ziet likken in de film. En het is een houdertje met een pen. Maar goed, die pen gaan we nooit gebruiken. Die eindigt gewoon hier in het schap achter me. Alright, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het zo eng om zo zweven te doen zonder tafel. Oké, ik ga dit heel even anders doen en ik kom bij jullie terug als ik het opengesneden heb, want ik ben echt te bang dat ik hem laat vallen. En het klinkt alsof het al rinkelt. Oké, hij sprong open net. Ik heb nog niks gezien, dus dat doen we nu samen. Deze is echt een heel stuk zwaarder dan ik had verwacht. Dit ziet er echt wel een beetje disturbing uit eigenlijk. Het is dus een appel. En hij is echt heel maar shiny. Maar die tanden erin. Het is vet, maar het ziet er echt wel een beetje disturbing uit. En dan in het andere zakje de pen. Hier ben ik positief verrast over. Ik vind, kijk, die blaadjes zien er wel nep uit. Maar die pen zelf, het moet natuurlijk een soort stokje zijn. En die ziet er echt wel overtuigend uit. Stakje was een combinatie van takje en stokje. Maar die ziet er echt wel overtuigend uit als een stokje. Ja, deze is wel echt heel erg apart. Maar wel echt heel erg gaaf. Nogmaals, als je deze wilt... Ja, ik zat te kijken naar het blaadje, is een beetje verbogen. Als je deze wilt, koop hem snel ergens. Ik had bijna geen één Nederlandse website meer gevonden of Belgische waar die leverbaar is. Behalve dus Olleke en de Nova Collectie website zelf. Dat is niet Nederlands, die verkoopt hem nog. Hij gaat uit de roulatie. Ik verwacht dat hij snel uitverkocht is. Dus wil je deze nog, koop hem snel. En ik kan hem echt aanraden, want ja, ik vind het echt wel heel erg mooi. Hij is echt heel shiny en mooie details erin. En gewoon een uniek item voor je schap. Ook nog fijn om te weten is dat de onderkant van zacht spul is. Als je het neerzet, beschadigt het je bureau niet. Lekker ASMR geluidje dit. Leuk item. Dan ga ik door naar hetgene waar ik het allerbenieuwd naar ben. En dat is eigenlijk gewoon het kleine pakketje. Dit komt van Litjoy. Dat is net zoals Geekier een soort van abonnementenbox. Maar dan een stuk duurdere vanuit Amerika volgens mij. Waar je ook veel invoerrechten voor betaalt. En die hebben dus ook wel eens add-ons. Dus losse items die je erbij kan bestellen. En je kan ook oude items van boxen los bestellen. En dat heb ik met twee dingetjes gedaan. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet eens meer goed wat het was. Ik weet alleen dat ze rond de $25 per stuk waren. Of euro's. Nee, dollars. Oh ja, ik weet het weer. Zij hebben... Oh, die doosjes zijn ook super mooi. Ze hebben de Alohomora collectie. En daar krijg je dus een soort van sleutel van bijvoorbeeld een winkel of een plek in Zwijnstein. En daar zit dan ook een soort sleutelhanger aan, helemaal in stijl. En ik heb die dus besteld van Honeydukes en van de Joke Shop. Maar kijk, die doosjes alleen al. Ik ben nu ook echt heel erg benieuwd naar die abonnementenbox. Want dit is wel een beetje een ander level dan Geekier als ik dit zo zie. Het is zo mooi. Oké, ik ga hem onthullen aan jullie. Oh, dat was een anticlimax. Jongens, kijk dit nou. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Ten eerste manier waarop het zo... ik kom niet meer uit mijn woorden. Ten eerste manier waarop het zo opgesteld is. En je hebt dan de Honeydukes key, die ook echt best wel zwaar is. Kijk nou hoe adorable. Ik kan dan dus deze eraan hangen. De pumpkin juice en homemade sweets en het kikkertje. Oh. Ja, ik denk dat ik dit dus gewoon zo in mijn schap neer ga zetten. Want ik vind het zonde om het helemaal eruit te halen. Ik heb hier rond de $25 voor betaald. Maar er kwam dus ook aardig wat verzendkosten overheen. Maar ik vind deze echt prachtig. Ik ben hier echt ontzettend blij mee. Kijk nou hoe adorable dit is. Snel door naar het andere doosje. Ik ben echt helemaal blij. Ik moet hier nog een goede plek voor verzinnen precies. Maar ik leg hem gewoon alvast. Alvast daarachter neer. En dan op naar het andere doosje. Ik vind het ook zo leuk hoe het zo fancy open gaat. Oh my lord. Dit is voor de Weasley's
op shop en kijk het nou. Ik ben zo impressed bij de details. Er staat dan iets van Weasley's This Way en de Fop Shop met de Pick Me Puff en wat van hun items. En oh, ik vind dit echt, echt heel erg leuk. Ze hebben dus nog meer van die keys, alleen sommige kan je niet meer krijgen. Ik wil nu zo graag heel de set hebben. En dan zit er ook nog dit dingetje in. Oh, ik zit een beetje vast. En dit was, dacht ik, een lampje. Maar hoe werkt dit? Oh, hey, je moet erin knijpen. Dit is gewoon echt een werkend lampje. Kijk nou hoe schattig. Dit is echt wel next level items hoor. Hoe kan dit nou gewoon van een abonnementenbox zijn? Dit lijkt toch alsof het van Noble Collectie zelf is. Van de echte, ja, de echte merchandise items. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Like de dingen die de replica's officieel uitbrengt. Ja, ook deze ga ik gewoon gelijk op het juiste plankje achter me zetten. Daarboven gaat hij echt super leuk staan. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik hoop dat je deze nog kan krijgen. Zo ja, zet ik ze in de beschrijving. Want ik raad deze enorm aan. Zelfs met de hoeveelheid verzendkosten die ik heb betaald. Wat ik niet eens meer weet. Was veel. Zo, die heeft een plekje daar zo schuin gekregen. Op camera zie je het niet goed. Maar ik ben echt wel helemaal blij mee. Inmiddels kan ik al bijna niet meer lopen op de grond. Omdat er zoveel doosjes en verpakkingsmateriaal ligt. Ik ga dat heel even een beetje verplaatsen. En dan gaan we door naar de laatste doos. Ik ben gelijk in mijn rood van het opruimen. En het wordt hier ook telkens donkerder. En terwijl ik toch bezig ben, geef ik gelijk deze een plekje. Op naar de laatste doos. En dat is deze van Amazon. En dit is een huisje voor mijn Harry Potter kerstdorp. Ik heb rond kerst een Harry Potter kerstdorp, ja. Normale mensen hebben een normaal kerstdorp. Ik heb een Harry Potter kerstdorp. Ik ben zo'n persoon. En ik wilde daar een nieuw huisje voor bestellen. En die zit hierin. En je kan hem al zien. Dat is... Hagenswitje. Dit grapje heeft mij $205 gekost. Ik weet niet hoeveel euro dat is. Dat wil ik ook niet meer weten. En nu weet ik dat hij een tijd voor een stukje goedkoper ging. Volgens mij rond de 150, 120. Alleen, ik kan hem dus bijna nergens meer vinden. Ik heb het idee dat deze ook uit de roulatie gaat. Of misschien zelfs uit de roulatie is. Dus zodra ik er eentje zag die ze wel nog verkocht, heb ik hem gelijk gekocht. Dit is Hagrid's hutje. Voor degenen die net zoals mij ook een Harry Potter kerstdorp willen. Het komt van Department 56. Dat is het merk die dit soort huisjes maakt. En ze hebben ook bijvoorbeeld het Hogwarts kasteel en wat winkeltjes. En ik had Hagrid's poppetje al, maar ik miste zijn huisje nog. Dus die kon niet meer ontbreken. Ik ga dit heel even op de grond uitpakken. Ik heb tenminste weer zo open snijden, want ik wil niet dat ik deze kapot laat vallen. Okay, hij sprong net open, dus daar gaan we. Gaat dit goed? Ik hou hem heel voorzichtig vast. Kijk nou, ik zie alleen het dakje. En daarin alleen al die details. En deze komt trouwens wel met een... Wat is dit? Engelse, Amerikaanse adapter. Want er zit een lichtje in. In ieder geval een andere stekker. Ze hebben ze ook met Europese gehad. Maar daar kon ik deze niet meer van vinden. Ik heb meer van die huisjes met een buitenlandse stekker. Dan doe ik er gewoon zo'n reis... Ja, een stukje tussen waarmee je dus een Europese stekker kan converten naar iets anders. Dus that's no problem. Ik ben zo bang om dit kapot te laten vallen. Oh jongens, de details hierin zijn echt... Echt stunning. Wellicht heb ik toch een Save the Best for Last gedaan. Maar ik ben echt met alles wat ik tot nu toe gekocht heb heel erg blij. Maar kijk nou al die details en die raampjes. Daar komt dus ook echt een lichtje in en... Oeh, ik ben wel verbaasd over hoe licht die is. Ik had hem een stuk zwaarder verwacht. Die andere huisjes zijn wat zwaarder. Niet dat dat erg is. Nu komt deze dan ook uit 2018. Ze komen ieder jaar met wat nieuwe huisjes. En dit is wel een wat oudere. Misschien dat het daardoor komt. Maar die details hierin zijn echt adorable. En ik kan niet wachten om een kerstdorp op te gaan zetten. Het is inmiddels helemaal donker in mijn kamer. Het enige licht wat er nog echt is het licht van mijn ringlamp van het filmen. Dit was echt een goede unboxing en shoplog. Ik ben echt met alles... extreem blij. Fangirl hartje klopt hier sneller van. Ja, ik ben echt een blij ei. Laat even in de comment weten wat jij het leukste item vond. Ben ik er erg benieuwd naar. Ik kan bijna niet kiezen. Ik vind het allemaal heel erg leuk. Heb je het nog niet gedaan? Druk dan een duimpje omhoog. Dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken tot het einde. En dan ga ik de video nu beëindigen en de rotzooi opruimen. Dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer. Doei!